Epson presenteert hier op de IFA maar liefst 5 nieuwe modellen van de EcoTank. De EcoTank is een nieuw printerconcept dat ze vorig jaar al in 2 printers hebben geïntroduceerd. Nu zijn er dus 5 nieuwe modellen. Het bijzondere aan de EcoTank is dat ze niet werken met cartridges. De inkt zit bij een EcoTank namelijk in een echte tank die aan de zijkant van de printer zit bevestigd. En de inkt gaat dan met slangetjes de printer in om daar dan vervolgens via de printkop op het papier te komen. En als je een EcoTank koopt, dan krijg je al inkt erbij geleverd in dit soort flesjes. Met dit meegeleverde flesjes inkt kun je heel veel printen. Wel 4000 pagina's in zwart en 6500 pagina's in kleur. Volgens Epson kun je daar met een heel gezin ongeveer 2 jaar lang van printen zonder dat je cartridges of inkt hoeft te vervangen. En dat maakt deze printer dus heel erg gebruiksvriendelijk. Het grote nadeel van deze EcoTank is dat ze wel wat duurder zijn, want je betaalt ook meteen voor de meegeleverde inkt. Het instapmodel kost €270. Dat is dus flink duurder dan de instapprinters die je kunt vinden in de winkel, die vanaf zo'n €50-60 beginnen. Dus een EcoTank is echt alleen geschikt voor wie heel erg veel print, want dan zijn de kosten per pagina erg laag. Print je weinig, dan haal je de kosten van de EcoTank er niet uit. We gaan deze EcoTanks natuurlijk zeker testen in ons lab, want dat hebben we ook gedaan met de L355, dus een van de vorige 2 EcoTanks van Epson. Die viel erg tegen qua printkwaliteit. De printmotor die erin zit is van dezelfde kwaliteit als de normale instapprinters van Epson en daardoor was de afdrukkwaliteit niet je van het. Epson geeft wel aan dat deze printers vooral geschikt zijn voor alledaags gebruik en dat klopt dan ook, want de printjes zijn natuurlijk wel duidelijk leesbaar, maar je krijgt er niet hele mooie foto's mee bijvoorbeeld die aan je muur zou kunnen hangen. Het is wel zo dat als je naar een hoger model EcoTank gaat, dat er dan ook een iets betere print engine in zou zitten volgens Epson. Maar of dat echt zo is, dat gaan we zien in onze testresultaten. Epson komt nu dus met 5 nieuwe EcoTanks. En die verschillen niet alleen in kwaliteit, maar ook in specificaties. Zo hebben ze niet allemaal wifi en zijn ze niet allemaal geschikt voor airprint. Is er ook maar 1 model dat dubbelzijdig kan afdrukken. En maar een 2-tal hebben ook een automatische documentinvoer aan de bovenzijde om snel te kunnen scannen en kopiëren. Al met al is de EcoTank van Epson een heel sympathiek concept en het is echt een goedkope manier om te printen als je veel print. Voor weinig printers is het echt helaas geen goedkope optie. We hadden gehoopt dat Epson met een goedkoper instapmodel zou komen, maar je betaalt dus minimaal €270 voor het instapmodel en dat is eigenlijk nog wel aan de hoge kant. Wil je meer weten over de EcoTanks of over andere printers die we getest hebben? Kijk dan op onze website.